Hallo allemaal en welkom bij een nieuw filmpje voor het YouTube-kanaal Meneer Lonsen, tekent. En we gaan vandaag kijken naar de voorpagina, het tweede filmpje voor de afspeellijst onderzoek doen. Nou, de voorpagina en heel veel leerlingen beginnen dan met een goede afbeelding. Nou, en ik zeg wel goede, maar heel veel verslagen hebben maar zomaar een afbeelding van het internet afgehaald. Nou, op het moment dat je een afbeelding gebruikt, zorg ervoor dat die functioneel is. Dus dat die informatie geeft en dat die informatie iets toevoegt aan de rest van je onderzoek. Nou, wat de verplichte onderdelen zijn op de voorpagina, dat zijn een titel. Je naam, en dan hebben we het over voor- en achternaam. Naam, partners. Dus als je het met één of meerdere mensen hebt samengedaan, vernoem je die natuurlijk ook. Je klas, het vak, de docent, natuurlijk goed gespeld en ook met achternaam. En als laatste noteer je de datum van uitvoeren. En dan hebben we het datum van uitvoeren van het practicum. Dus de titel, naam, naampartner, klas, vak, docent en datum uitvoeren komen op de voorpagina. Het kan natuurlijk zijn dat je daardoor wat lege informatie of wat lege plekken hebt op je papier. Dat maakt helemaal niet uit. Zorg ervoor dat deze informatie helder en duidelijk te herkennen is. Je kunt natuurlijk daarvoor deze kopjes ervoor gebruiken en dan erachter zetten wat er dan achter hoort. Deze onderdelen zijn altijd verplicht. Als je het practicum volledig alleen hebt uitgevoerd, kun je de naam partner weglaten. Als je een practicum over verschillende dagen hebt uitgevoerd, dan zul je al die dagen moeten noemen. Als al die dagen achtereen gesloten zijn, dus twee weken lang elke dag, dan kun je ook de begindatum tot en met en dan de einddatum noteren. Dit is informatie over wat hoort er op de voorpagina van een verslag.